Ik vond het gezellig. Ik vond het een beetje eenzijdig, eerlijk gezegd. En ik vond het jammer dat er aan elke groep dezelfde vragen werden gesteld. Het werd een beetje, op een gegeven moment een beetje eentonig. Aan de andere kant, als je aan alle groepen dezelfde vragen stelt, wordt het voor de mensen die kijken en luisteren wel duidelijk wat elke partij vindt. Dat is zo, maar dat belandde op het laatst wel een beetje in een onderlinge politieke discussie, waardoor de mensen uit de zaal eigenlijk niet echt de gelegenheid meer kregen om vragen te stellen. Wat ik opmerkelijk vond, is dat u met name over de wegenbouw en de bouw van huizen, dat u je daar een beetje op korte termijn zocht. Het gaat toch over veel langere termijn? Het gaat zeker over veel langere termijn, maar ik vind om nu al te zeggen van we moeten kijken van wat we over 10 of 20 jaar in Alphen kunnen gaan bouwen, dan is het vol. Ik vind dat die termijnvisie gaat mij een beetje te ver. Er is nu behoefte aan woningbouw. Laten we daar nu op inspringen met z'n allen. En dat kunnen we binnen de contour doen. Maar we kunnen dat ook doen langs de hele Oude Rijnzone. Er ligt nog een prachtige transformatievisie. Koudekerk roept al jaren om ontwikkeling van het Rijnpark. Die mogelijkheden liggen daar gewoon. Laten we daar nu eens proberen wat meer aandacht aan te besteden. Westvaartpark is net zoiets. Daar liggen nog een heleboel mogelijkheden voor de nabije toekomst. En daarom vind ik die hele lange termijnvisie, ja, mensen hebben nu behoefte aan woningen. Daar gaat het even om. Dat begrijp ik, maar de provincie speelt er ook een grote rol in. Ja, maar de provincie weet ook dat de Oude Rijnzone, dat daar al heel lang over gepraat wordt. En daar zou de provincie ook best eens wat actiever in kunnen zijn en de gemeente kunnen helpen.